Vanochtend hebben we nog veel zon in Nederland. Maar vanuit het noordoosten neemt de bewolking steeds verder toe. En vooral in het grensgebied kan daaruit vanmiddag ook een beetje neerslag vallen. Vanochtend is het dus op de meeste plaatsen nog droog. De temperatuur ligt rond een graad of vijf. Maar er waait wel echt een stevige noordenwind. Langs de kusten op de meren zelfs hard. Dus voor het gevoel vriest het op de meeste plaatsen. Vanmiddag valt er uit die dikke bewolking dus af en toe een beetje neerslag. Op sommige plaatsen kan het ook wat winterse neerslag zijn, maar de hoeveelheden blijven beperkt. Het is aan de koude kant met 5 tot 8 graden het blijft stevig waaien. Want pas vanavond neemt de wind af, dan klaart het ook vanuit het noorden steeds verder op. En dat is het ideale recept voor een koude nacht. Want vannacht daalt het kwik op veel plaatsen tot ruim onder nul. Morgen dan vallen verspreid weer buien. Dat zijn typisch maartse buien, lokaal ook met winterse neerslag. De kans erop is het grootst in het noorden van het land en in de ochtenduren. Het blijft vrij koud met een graad of 8. Dat blijft het ook dinsdag en woensdag, maar dan is er veel minder wind en ook veel meer ruimte voor de zon dus voor het gevoel is het allemaal een stuk aangenamer. Donderdag gaat de temperatuur weer iets omhoog, dan is er wel iets meer bewolking, maar ook dan zal het voor het gevoel een stuk minder koud zijn. Ik ben Wilfried Janssen en ik wens u nog een fijne zondag.